Ex van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe Minecraft Build-off! Ik ben vandaag hier weer met twee hele leuke deelnemers. Het is namelijk een 1v1 vandaag. We hebben hier aan de linkerkant, in het roze natuurlijk, Dion te veel gevraagd. Hallo Dion. Hey. Oh, jij. Oh my god. En we hebben aan de rechterkant, waarom heb ik Dion gevraagd? En we hebben aan de rechterkant, BD Wills. Willy! Willy, waar staat BD nou voor? Big Dude, ik ben vrij lang. Big Dude. Willem, hoe lang ben je in het echt? 1,87 meter. Aha. Nou, in ieder geval, Big Dude Willem hebben we hier aan de rechterkant. En aan de zijkant, ja, ze wilden het gewoon heel graag hebben. Roze piemeltjes aan de zijkant. Het werd gewoon voorgesteld. En van, ja, goed, jullie mogen zelf weten wat jullie gaan doen. Nog steeds, ik ga geen arena bouwen, want binnenkort gaan we alles vrijgeven. Dan kunnen jullie gewoon door alle mappen hierheen parcouren. Dat komt bij episode nummer 10, gaan we dat doen. Nou, in ieder geval, jongens. De vorige kampioen was Kevin. Leuk, goed gedaan dat jullie allemaal gefoten hebben. Beneden in de beschrijving staat natuurlijk... Ja, echt close. Had jij ik had bijna gewonnen. Ik had echt, het scheelde niks. Ik zat te vertellen. Ja. Kevin had 450 votes. En Dion was heel dichtbij. Dion had er 20. Dus... heel dichtbij. Maar goed, ja, maar jongens, goed. Laten we lekker ter zake komen. Jullie gaan zo meteen moeten bouwen natuurlijk. En een kwartier de tijd krijgen jullie ervoor om precies iets te bouwen. Wat een kijker heeft gereageerd. Dus een kijker mag reageren. Het moet beneden wat ze de volgende keer moeten bouwen. Wat jullie dit keer moeten bouwen is een... Zijn we er klaar voor? Trommelgeroffel van Dion, alsjeblieft. Ja. Een parkeergarage! Oh, dan gaan we 3, 2, 1, let's go! En we gaan beginnen... Let's build. Oftewel jongens, zometeen krijgen deze dames krijgen ze precies een kwartier de tijd om iets heel moois te bouwen. Dus een parkeergarage. En jullie hebben echt vet veel ruimte. Dus ja, bij het parkeergarage komen natuurlijk een aantal aspecten bij kijken. Dion had als eerste zijn mooie roze vloertje weg. Ik heb ook een nieuwe texture pack gedaan, speciaal voor de build-off. Een beetje wat moderner. Dat maakt niet uit wat mensen bouwen. Het ziet er al een stukje beter uit, zeg maar. Dus voor jongens zoals Dion met 20 votes en zo. Dus, hè? Je kan op een voten, het kan beneden in de beschrijving. Triest, bij straal. Ja, 0900. Ja, precies. Triestejongen.nl. Nee, maar beneden in de beschrijving staat dus inderdaad eventjes een straalpoll waar je op kan voten voor de kampioen van deze episode. En ja, vorige keer Dion gewoon knijterhard verloren. Dus als Dion nu wint met Strapel, dan weten we allemaal dat het sympathievotes zijn. Want ze het zielig vinden voor Dion. Maar, ja, en dat ben ik niet van gewenst. Ben ik niet van gewenst. Maar zoals altijd moeten natuurlijk wel een aantal aspecten rekening mee gehouden worden. En moeten ze allebei de deelnemers moeten een paar punten opnoemen. Dit keer 2 per persoon. Wat er echt moet zitten bij een garage. We beginnen met Dion. Dion, wat moet er echt in een garage? Nou, moeten lampen. Lampen. Oh. Lampen in een garage. Oké, okay. Ja, en nog één. Wat moet er nog meer echt in een garage? Ja, wat moet er nog meer in? Lampen en auto's. En een auto. Er moet in ieder geval een auto in je garage staan. Hartstikke simpel, hartstikke duidelijk. Dus Dion, een garage met lampen en een auto. Dan gaan we naar Willem. Ja. Willem, jij bent een goede bouwer, vind je zelf. Nou. Maak het moeilijk voor Dion. Wat moet er echt in een garage? Dat wordt een lastige, een heftruckie. Maar dat de garage nog in aanbouw is. Een heftruckie. Ja, maar de garage moet wel af zijn als hij klaar is. Kom op. Ja, we gaan geen halve garage bouwen. Dat maakt me heel moeilijk. Misschien wel een heftruckie voor de deur, oké? Okay? Een heftruckie voor de deur voor extra punten. Dion. Ja, nee, een hefboom. Zo'n hefboom. Een hefboom. Oh ja, zo'n hefboom, weet je wel, Dion. Dat is goed. Zo'n rode lat, zeg maar. Oké, okay, dat is te doen. En dan nog meer. Wat nog meer, Willem? Ja, zo'n automaat waar je dan kaartje aan moet kopen. Aha, een automaat waar je een kaartje aan moet kopen. Jij wilt zeg maar echt zo'n parkeergarage waar meerdere verdiepingen in zitten natuurlijk. Ja. Aha, ik snap wat hij probeert. Hij wil natuurlijk een parkeergarage. Ik dacht meer eigenlijk soort een garage voor één persoon. Je huisgarage. Nee. Maar ja, helaas heeft Willem zojuist besloten dat het een commerciële is eigenlijk. Ik kan bij... ook wel beter met een grote garage. Dat weet ik. Oké, nou goed, dan ga ik nog één regel toevoegen. Hij moet minimaal 2 verdiepingen hebben. Oké. Okay. Succes, en natuurlijk moeten er ook auto's geparkeerd staan. Dus de hefboom had Willem en nog eentje? Willem had de hefboom, hij moest... Was er nog meer bij Willem? Zo'n hefboom, zo'n automaat? Een automaat, betaalautomaat. Natuurlijk, betaalautomaat. Heel goed, heel goed. Jullie hebben een stuk grote ruimte en natuurlijk dan auto's erin, lampen en natuurlijk parkeerplaatsen, jongens. Dat zou wel heel erg handig zijn. Ondertussen zitten we op 2 minuten, bijna 3 minuten, jongens. Jullie kunnen alvast stemmen. Nou ja, alvast eigenlijk nog niet. Maar zometeen het einde van de video kunnen jullie stemmen natuurlijk beneden in de beschrijving. En de beschrijving van ook de jongens hun YouTube-kanalen. Want ja, ik vergeet het heel vaak. Dat weet ik van mezelf. Dus ik dacht, ik ga nu alvast reclame voor ze maken. Dat is de veelgevraagde kanaal waar ze vooral zichzelf heel grappig vinden. En dan heb je hier Willem. En Willem, die
is Willem. Dat is Willem. Willem is Willem. Vooral even kijken, hartstikke ik leuk. Ik heb mijn eigen plekje en... Rechter van Mijntopia. Nou goed, in ieder geval, Willem. Ja. Jij hebt één keer ook bijna gewonnen. Jij vond dat je toen de winst had moeten krijgen. Twee keer bijna gewonnen. En jij vond twee keer dat hij de winst had moeten krijgen. Willem is twee keer tweede geworden. Verdien jij deze winst? En waarom verdien jij deze winst dan? Ik hoop het. Ik probeer een beetje creatief te worden. Ik ga denk ik een soort citaat maken naar een bekende server. Waar ik ook heel veel voor heb gebouwd. Dus, ik oh, daar gaan we hoor, slijm. Nou, vertel. Wat is de citaat? Nou, ik ga zeg maar eerst de wegen maken voor in Mijntopia en dan een soort parkeergarage, dat je die misschien kan bouwen in Mijntopia. Oh, hij wilt alle Mijntopianen voor zich winnen, jongens. Hoor je dat? Willem die gaat voor de Mijntopia-angle. Nou, dat is prima, dat is prima. En oké, dankjewel. Dat is goed antwoord. Dan gaan we naar de volgende. En dat is natuurlijk Dion. Ja, hi. Oh, daar ben je. Hey, Dion. Ja. Kijk in de camera even snel. Ik zeg vlieg vlak voor je neus natuurlijk. Ja. Oké, vertel. Waarom verdien jij nu meer dan 20 votes? Het is wel heel weinig, man. Nou ja, ik verdien het wel, maar of ik het krijg of het tweede. Waarom ik het verdien? Nou, omdat ik humor in mijn... Nee, ik heb geen humor. Omdat ik... ik weet het eigenlijk echt niet. Het regent trouwens. Ik haal het weg. Ik heb het weggehaald, okay, sorry. Okay, ja, het is een zielig verhaal, er moet regen bij. Maar ja? Waarom verdien ik het? Omdat ik in Mijntopia heb gezeten. Oh, oké, hij gaat ook voor de Mijntopia spelers. Hij gaat ook voor de Mijntopia spelers. Oké, nou, we zullen het zien of Dion het goed gaat doen. Jullie kunnen natuurlijk beneden stemmen. Laat alsjeblieft even meteen een duimpje achter. Dat zou ik hartstikke chill vinden natuurlijk. Hoe meer duimpjes, hoe leuker ik dat vind. En ja, gewoon toppertje. En als laatste natuurlijk, laat ook meteen weten wat we voor de volgende keer moeten bouwen. Je mag het zo moeilijk mogelijk maken. Je mag ook bepalen van, nou, doe iets in dat thema. Dan mogen ze zelf allemaal uitvinden. Ik heb een heel leuk thema, heb ik nog. Dus ik ben hartstikke benieuwd hoe het uiteindelijk allemaal gaat worden. Nou, Willem, je hebt een mooie weggetje eromheen afgemaakt. Ja. En nu nog het gebouw zelf, want er zitten al 5 minuten en nog 10 minuten te gaan. Oh, dat komt goed. Dat komt want Willem is wel een goede bouwer, maar Willem is het ook bekend om alles super langzaam af te maken. En ja, dat is niet zo heel erg slim van ja, weet je, het is, ik ga gewoon meer voor het overall design in plaats van echt het gebouw zelf. Ik ben de vorige wel een paar keer naar voren gekomen, volgens mij. Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd hoe jij gaat doen. Wow, daar gaat de hoogte in hier in één keer bij onze grote vriend Dion. Dion, wat is dit? Dit is zeg maar het skelet. Dit is het skelet inderdaad. En het skelet. Ik ga niet zeggen wat, ik verwacht dat je dat niet... Dit zie je vaker bij garage. Toevallig werk ik bij de Mediamarkt en dan ziet de garage er ook een klein beetje zo uit. Dus ik denk, als ik dat al in mijn achterhoofd hou, dan ik ben heel erg benieuwd hoe je dit gaat doen. Ik dacht dat ik eigenlijk dat je ook overgedaan had, maar goed, dan doe ik wel opnieuw, geen probleem. Nou, oké, Willem, jij hebt nu de weg. Heel goed. En waar is je ingang? Ja, dat ga ik niet maken. Dus ik zit een beetje te kijken. Ik denk dat hier op de ingang komt. Dat bedoel ik. Kijk, dit is een typische Willem, hè. Hij is heel veel bezig met de buitenkant. Maar het belangrijkste is de binnenkant. En dat moet hij zo meteen weer gaan afraffelen. Nee, dat is niet nodig. Kijk. Is niet nodig. Ik ben heel erg benieuwd hoe Willem... Dit is de ingang en dan komt hier de uitgang. Oh, Willem is slim geweest. Willem heeft zelf ook Speedfly 2 gegeven. Waardoor ja, tuurlijk, ga je wel sneller. Sneller hele week kan vliegen. Dat is heel slim van Willem. Dat is heel slim. Ik heb hem op 10 gezet. Dat was echt wel heel belachelijk snel. Oké, nou, ik moet kijken bij jou. Wat is dit dan voor iets, Dion? Dit? Dat is de ingang, ik moet voorstellen. Oké, nou, dat is de ingang van wat? Ingang van de garage. Er komt nog een soort tunneltje bij ofzo. Tunneltje? Nee, dit hier. Je bedoelt dit hier? Ja! Ja, je moet voorstellen dat de auto's hieruit komen, maar dan moet ik dit eigenlijk verslopen zo. Ja, oké, dat mag dan zo meteen het einde van de wedstrijd. Oké, ja, dan gaan we nog een uitslopen voor je. Want dus gaan we even kijken naar alle mooie pieltjes van Dion. Want dat vond Dion heel erg grappig vooral. Dus ja, ik zei toch, hij vindt vooral zichzelf heel erg grappig. Dat had ik gezegd. Nou, oké, ik zie die pilaren verschijnen van Beter Wils. Dat vind ik altijd wel grappig, hè. Er is een verschil tussen goede bouwers meestal en wat minder goede bouwers. Ja, dat is mij. Is dat bijvoorbeeld altijd zo bij de goede bouwers? Die beginnen altijd met zeg maar, zo'n pilaartjes. Vorige keer Willem doet dit, Sander doet dit, Joost en Duren doet dit. En dan heb je al, zeg maar, meestal zijn dat de wat grotere YouTubers, dat is natuurlijk niet echt de bouwers. Die beginnen altijd gewoon meteen met gigantische vierkanten neer te zetten. Zoals inderdaad een Dion aan het doen is. Dat is altijd hetzelfde. Het is echt super geinig gewoon. Hoe dat van het verschil in bouwen is. Want vooral in huizen bouwen. Dan kan je inderdaad, als je die paaltje neerzet, kan je, hoe heet het nou, relief, noem je het noemen? Zeg maar leukere vormpjes inbouwen. Dus ik ben heel benieuwd hoe Willem het gaat aanpakken. Want Willems gebouw is wel best wel dun. Ja, klopt. Maar dit wordt nog wel leuk. Dus ik ben heel benieuwd hoe klein die autootjes worden van Willem en de parkeervakken zelf. Het. Ik maak dit nu al voor 2 wegen, zeg maar ik kan ook gewoon dit weghalen. Dat is helemaal niet nodig. Ja, precies. En dan ben ik wel aan het nadenken van Willem, ga je nou opschieten of niet? Want we zitten op 8 minuten. Op 8 al? Dus we hebben nog maar 7 minuten te gaan. Fuck, en het gaat beide kanten
niet echt heel erg snel. Laat me daar maar even nee, maar op het, houden. We hebben veel meer ruimte ook dat we moeten volbouwen, hè? Ja, veel meer ruimte, maar... Ik claim vijf minuten extra. Nee, nee, ik krijg er niks. Nee, ja. Dat krijgen jullie helaas niet. Dat is precies een kwartier en dan moet het af zijn. Dus jongens, knallen met die handel. Gaan met die bedaan. Krijg precies een kwartier de tijd. En dan gaan we dat doen. Daarnaast heb ik jullie meteen een vraagje. Wil jullie dat ik wat vaker ga knippen in de build-off, zeg maar, als in de leukere stukjes, zoals andere mensen het vaak doen? Of willen jullie liever hebben gewoon dat ik inderdaad, zoals ook veel mensen op mijn kanaal bij mijn Hunger Games ooit zeiden, gewoon lekker zoals ik nu doe, gewoon lekker achter elkaar laten afspelen, waardoor jullie gewoon alles kunnen meekrijgen hoe ik vooral grapjes maak over deze gasten, terwijl ik zelf heel erg slecht kan bouwen. Laat het meteen even eerlijk zijn, want heel veel kijkers vroegen zich af, Dion, kun jij wel bouwen? Nee, voor geen meter. Ik ben zeg maar het niveau van Dion, dus inderdaad voor geen meter. En bedankt, hè? Dus inderdaad, laat even weten of je het graag wil zien, dat ik niet per ongeluk wegknip of iets dergelijks, dus... Laat even weten ook meteen in de beschrijving. Dus inderdaad, wat je moet laten weten is, wat moeten we bouwen? Wow, wat moeten we bouwen? En laten weten natuurlijk, hey, Wil, ik wil het echt knippen en plakken en je moet natuurlijk een stem uitbrengen. Willem! Ja? Ga je op tijd klaar zijn, jongeman? Ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop het, hoor. Nou, nog een keer gaan we langs alle spullen. Lampen van Dion moesten we doen. Een hefboom moeten we natuurlijk doen. Kut, sorry. Ik mis de hefboom, ik mis de lampen nog bij iedereen. Ik mis de parkeerplaatsen, ik mis de auto's. Ja, ik denk dat we te veel op een sokje hebben gekregen, jongens. Ik mis de twee verdiepingen bij Willem. Oh, komt goed. Ah, die heb ik. Ja. Willem, tot nu toe heeft Willem eigenlijk alleen maar, zeg maar, een grijs vak met witte paaltjes aan de zijkant. Dus ik ben heel benieuwd, Willem. Komt goed. Ga je in paniek raken, jongen? Nee. Zal ik even een klein stukje helpen dan maar? Ja, zou wel fijn zijn. Ja, ik help Willem even een keertje mee. Want fijn, Willem... want ik kan als een world edit, alleen het is niet echt mogelijk om dan die logs op de zijkant te krijgen. Dus dat is ja, dat is heel vervelend, ja. Kijk eens, jongen. Oh. Zo goed. Zo. Oh, bedankt. Alsjeblieft. Ja, even meedoen. Af en toe doe ik het even bij de deelnemer die een beetje in paniek is. Vorige keer was het Kevin. En toen kon geen world edit. En Marnik, want die kon ook geen world edit. En toch waren ze allebei... En toch, maar we zitten hier overslagen. Dus dat is wel heel erg knap, zeg maar. Dion. Nou, mij verslaat niet zo moeilijk, hoor. Wat voor vloer heb je nodig, Dion? Zeg het. Doe maar gewoon kwarts. Nee, doe maar zwart. Doe maar deze kool. Deze coalblocks. Ja, kan je dat, coalblock? Weet ik veel. Ik maak er wel wat van. ZZ. Coal. Nee, ik kan het niet. Kan je dat niet? Hij vindt ook... Hebbes! Kijk eens aan. Okay, helemaal gratis gedaan voor jou. Helemaal gratis. En natuurlijk ga ik zeggen dat Dion heel erg goed kan bouwen en zo. Jongens, stem op Dion als je het leuk vindt. En ja, dat soort dingen, zeg maar. Ik ben niet zo kapot slecht. Ik ben echt heel erg benieuwd natuurlijk, want we zitten nog op 11 minuten. Ze hebben nog 4 minuten. Misschien, als ze allebei heel lelijk gebouwd hebben, want ons hebben gewoon weinig tijd, dan geef ik ze misschien wat extra tijd. Want dit is wel een beetje zielig aan het worden, want... Het is gewoon een groot project. We allebei hebben groot besloten. We gaan lekker groot bouwen. Ik help Dion een klein beetje mee. Misschien is het mooi. Misschien is het helemaal niet mooi. Dat moet Dion helemaal zelf bepalen. Maar ja, ik help Dion een klein beetje mee. We zullen het even zien. Dion, ik heb voor jou wat lampjes neergezet. Want dat heb je nog niet gedaan. Perfect. Ik heb jou weer een van de dingen voor mij gemaakt. Ja, het ziet er heel lelijk uit toevallig. Maar misschien moet jij het mooier maken. Maar dit is een beetje een effect wat ik zelf wat gaaf vind als mensen het bouwen op deze manier. Dus ja. Zie het? Ja, ik zie het. Fucking nice. Oké, we gaan niet de hele ruimte aan doen, want dat is niet zo mooi. Even verder ga ik je niet meer helpen, want dat is niet eerlijk. Ik ga even kijken of ik bij Willem nog iets kan neerzetten bij Willem. Ja, ik ben volgens mij wel een gek ideetje, hè? Ik ben benieuwd. Even... Ik zie wel, zeg maar... Oh, Willem die gaat voor de... Ik zie het voor soort... Willem, dat is de leukheid, die lampjes, moet ik zeggen. Dat zit er zeker... Wat vind je van mijn hefboom? Zeker strak. Ga je hefboom even checken? Ja! Het is een hefboom. Dus dat is goed. We moeten ook nog steeds een betaalautomaat hebben, jongens. Dat is natuurlijk aan de andere kant van de hefboom, hè. Dion moet ook nog een hefboompje hebben. Ik ga niet die van Willem bij jou nadoen, want dat is een beetje lullig. Ik ga ook niet vertellen hoe Willem gemaakt heeft. Even kijken. Dus ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit allemaal in zijn werk gaat. Kijk eens, Dion. Ik zat nog één randje erbij. Ja, nog één randje extra doen, hè. Want dan zit op het gras de buitenrand. Zie je dat? Dat is niet zo nice. Ja, weet ik. Ik ga wel even doen, maar eerst even dit. Ik ben benieuwd hoe Dion dit allemaal gaat oplossen. Ik ben ook heel erg benieuwd. Zijn er al mensen bezig geweest met het maken van parkeervakken ondertussen? Volgens mij nog helemaal niemand. Of Willem? Nee, nog niet. De tijd, jongens. Oh, de tijd. De tijd. Willem begint een beetje in paniek te raken. Willem, ik ben benieuwd hoe jij ook de tweede verdieping gaat behalen, zeg maar. Dion heeft een tweede verdieping gehaald. Ja, dat is gewoon kopiëren plakken. Dat is geen probleem. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Kopiëren plakken. Oké. Als je bij Dion toevallig wel je auto moet parkeren, is weer echt... Auto boven. Oh, perfect. Perfect. Nou, ik ben benieuwd hoe jullie dat gaan oplossen. Er is nog één probleem natuurlijk met auto's. Ik wil even checken hoe ze dit gaat doen. Want ze moeten nog bouwen een auto. We zitten op 13 minuten. Dus ze hebben technisch gezien nog 2 minuten. Maar misschien maken we er wel 20 minuten van. Omdat ze inderdaad een beetje... Ja, het is wel weinig tijd. Niet zo snel. Betalen, zeg maar. Ze zijn niet zo snel bezig. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe zij dit gaan oplossen.
Even kijken, ik ben nu aan het kijken bij Dion. Ja. Het ziet er strak uit, Dion. Ja, het begint er strak uit te zien, hè? Ja, zeker, zeker, zeker. Maar weet je welke mediamarkt werk jij, Dion? Die in Doetinchem, maar dat is ook niet heel lang meer. Oh, jammer. Ik wou zeggen, van alle kijkers gaan naar Doetinchem. Je gaat Dion vragen om een handtekening in zijn winkel, hè? Ik had er gisteren nog 4. Oh, gezellig. Dat is toch gezellig met die kijkers op bezoek? Nee, ik vind het leuk. Ik vind het serieus leuk. Alleen mijn baas soms niet. Ja, dat is te begrijpen voor de baas. Ik snap het wel. Oh, jeetje. Wat is dit voor blok? Ja, dat ga je nu zien. Ik vind het wel grappig. In deze texture pack zijn het namelijk best een borden. Oh, dit is een ironblok. Wij zijn het met een borden namelijk. Wat ga je doen? Met een bord. Nee. Ja, maar maakt niet uit. Het is een texture pack die gedaan hebben om het een beetje op te leuken allemaal. Dus we kunnen altijd nog een andere texture pack gaan downloaden hiervoor. Maar voor nu is het een met een bord. Nou, ik ga even kijken. Stel Jelle even bij BD Willy. Willy. Nou ja, ik probeer zeg maar een parkeervak erin te krijgen. Dus ik zit een beetje te meten. Even kijken. Ja, en natuurlijk hier... een paar autootjes moet je hebben. Een paar autootjes. Je kunt ook zeggen deel doen voor de Minecraft Mindtopia texture pack aan. Waardoor we gewoon auto's hebben. Ja, dat zou ook wel fijn zijn. Ja, dat was sowieso mijn vraag al, want als het goed is, heb je hier ook... Doe ik de Mindtopia texture pack even aan, jongens. Doe ik even de Mindtopia texture pack aan. Hartstikke chill. Ga even checken hoe hij het... Kijk, dan verander ik deze hierin. Hey. We gaan eens even kijken hoe de texture packs van Mindtopia zijn. Voor Dion, auto's zijn sandstone blocks. Ja, sandstone stairs. Sandstone stairs, ja. Dus ben heel erg benieuwd. Dus auto's. Een mooie auto. Twee zelfs. Politieautootje erbij. De auto's komen tevoorschijn. Inderdaad, hartstikke tof. Nou, past er helemaal bij. We zijn heel erg benieuwd. We zijn eigenlijk op 15 minuten. Maar ze krijgen van mij 5 minuten extra natuurlijk om het extra aan te kleden. Want zoals je kunt zien is het nu precies 15 minuten geweest. Maar ja, de jongens die wouden graag nog wat extra tijd krijgen. Dus krijgt het sandstone, Dion. Ja, ik zat al te kijken. Ik dacht van, ik neem wel. Als ik jou zou ik ook even zorgen voor wat banen in je... Ja, dat ga ik zeker doen. Ik ben heel benieuwd. Boven is natuurlijk ook nog een beetje wittig. Dat weet ik. Ik ben nog niet klaar. Okay, ja, nog niet klaar. Ik ben heel erg benieuwd hoe Dion het gaat oppakken. Want de eerste verdieping is nog niet helemaal af. En dan moeten we nog werken aan de tweede verdieping. Gaan we buiten langs de schaapjes. Dan gaan we even kijken met Willem natuurlijk weer. Hoi Willem. Hoi, ik denk dat ik nu een fout ga maken. Maar dat maakt niet uit. Rotate 180. Uh-oh. Beest. Uh-oh. Oké, Willem, wat heb je gedaan? Nou, ik heb even een parkeergarage volgemaakt. Hé, kijk, Willems parkeergarage is wel vol. Je kan hier langs rijden. Het is niet helemaal symmetrisch, zie ik. Dat maakt niet uit. Oeh, dat is minpunten. Dat geeft niet... Hoe is dat minpunten? Oh, hij heeft een ingang en een uitgang. Oh, wat slim dat Willem op zich... Maar, nee, op zich is het wel te doen. Ik weet nou niet of de auto goed staat. Kan je even checken, Dylan? Ik kom even checken. Nee. Heb je zelf geen Mindtopia texture pack? Nee. Oh, jeetje. Ja, is het perfect. Perfect? Hij staat perfect. Ja. Oh, nice. Nou, deel het gewoon je tempo erin, zou ik zeggen. Want ja, je moet natuurlijk nog heel erg veel doen. Dion, lampen, nog zeker. Meer lampen. Nog meer lampen erin knallen natuurlijk. Moet wel lekker licht zijn in zo'n parkeergarage. Je kan ook parkeerpalen neerzetten, weet je wel. Met een nummertje erop. Dat is altijd wel handig. Dus gewoon extra details. Extra aankleding. Want Willem. Ja? De tweede verdieping, hallo? De tweede verdieping. Komt eraan. Ik ben benieuwd hoe Willem zijn tweede verdieping gaat maken. En ja, ik wil even iets checken met Willem of je dat wil maken in zijn tweede verdieping. Want ja, er zijn een paar dingen die nogal gevaarlijk kunnen zijn bij een parkeergarage. Maar dan ga je natuurlijk niet hard op melden nog, want dat vind ik veel leuker op het einde te doen als Willem een beetje paniek aan raakt. Oké, ondertussen zitten we op 16 minuten en 45 seconden. Dus Dion, jij moet echt even tempo maken. Ik ben bezig. Oké, eens even kijken. Het is 1, 2, het is hier tegenover precies. Pats. Ik ga Dion even helpen. Dion is een beetje traag vandaag, dus het maakt niet uit. Ik ben niet zo snel. Geen snelle jongen, het is een beetje een... een slowbow. Kom op jongen, opschieten! Ik help hem. Soms is Dion hulp nodig, dus je mag op Dion stemmen natuurlijk. Als je hem heel schattig vindt. Stem voor hulp, alsjeblieft. De volgende keer mag Dion een hulplijn inschakelen, weet je wel. Ja, mag dat? Ja, volgende keer. Dan lijkt gewoon mijn moeder. Ja, dan kan ze heel goed bouwen, je moeder. Mijn moeder kan vaker goed bouwen. Heel goed bouwen. Nou, ben heel benieuwd. Wacht, volgende keer je moeder mee, ja? Zou ik hartstikke gezellig vinden als ze meedoet. Ja, gaan we doen. Hartstikke ook wel. dat Dion's moeder meedoet, vind je dat gezellig, Willem? Ja, tuurlijk. Nou, ik ben echt heel erg benieuwd naar Willy. Want Willy, we hebben nog maar 2,5 minuut. En dan moet ik wel echt even af zijn. Jullie hebben al 5 minuten extra gekregen. Dus Dion, jij moet echt tempo maken. Auto's heb ik, lampen heb ik nog niet. Hefboom heb ik, betaalautomaat. Dat is een hele goeie. Je moet even die bovenverdieping. De texture pack, welke is het ook alweer? Mindtopia texture pack. Maakt niet uit, op zich maakt het niet zo heel erg veel uit. Het is goed zo. Ik weet welke het is. Ja, ik weet welke het is. Dat is een zo'n bruine soort ster is dat. Ik weet niet welke het is. Hij kan ook gewoon zo stenen. Doen. Hoppa, betaalautomaatje erbij. Hartstikke goed. Oh, de tweede vlieg van Willem zit erbij. Dus oh Willem... nee, ik heb een foutje gemaakt. Het glas is meegenomen. Ja. Maar nee, het kan je toch allemaal aanpassen nog. Willem, je hebt nog tijd, nog 2 minuten. Jij moet echt, Dion, even tempo maken, want je bovenste verdieping is... Ik heb al een idee. Helemaal leeg.
heb een idee. Kopie pasta niet nou, kom op, snelle Jelle. Dion, ik ben benieuwd hoe Dion het gaat oplossen nu, jongens. Want het gaat niet zo heel erg snel bij Dion. Maar ja, er hebben natuurlijk nog steeds 1,5 minuut te gaan. Dus 1,5 minuut en dan is het beeld al voorbij. Dan vliegen ze allebei omhoog. En dan mogen ze niet meer naar beneden vliegen. En dan gaan we kijken wie van de twee gewonnen heeft. Natuurlijk hebben jullie al een mooie kijk kunnen nemen op allebei de eigenlijk gebouwen van elkaar. Dus ik ben benieuwd wie jullie gaan kiezen als winnaar. Dat kan natuurlijk beneden in de straw poll. Zeker even doen, want ja, dat is heel erg belangrijk. Ik wil natuurlijk een winnaar weten. Vorige keer was natuurlijk Kevin. En Dion was toen dik laatste. Dus we gaan kijken wie dit keer gaat kunnen winnen. Ik ben benieuwd hoe Willem dit gaat oplossen. Ja, we moeten nog hekjes in. Kut. Nou, nog iets heel anders, maar ik ben heel erg benieuwd. Ja, en een trap, ik weet het. Ja, een trap, een rijbaan. Een rijbaan, heel erg benieuwd hoe Willem dit gaat oplossen. Want Willem, je hebt nog maar 1 minuut. Nog 1 minuut en dan is de bel erbij, jongens. Kom op, laatste minuutje, tempo maken. Tempo. De tweede verdieping van... Ja hoor, de tweede verdieping is geopend hier, hoor. Nou, het is er tenminste. Het moet nog wel open. Dion! Hi. Dion! Ja, ik... Dion. Ik ben een beetje de haaste. Ja, ga niet naar mij. Dion! Dion! Leuk, hè? Om een keer zelf getrold te worden. Dion! Word je getrold? Nee hoor, natuurlijk niet. Ik ben heel erg normaal en doe het tegen je. Ik moet even blijven. Ja, heel goed. Oké, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe dit opgelost gaat worden. Het is wel een klein beetje heel dicht erop. Maar we zullen het zien. We zullen het zien, want we hebben nog maar 10 seconden, Dion. 10 secondjes. Dan is deze beeld al voorbij. Dus ik ben heel erg benieuwd wat deze twee deelnemers gaat doen. Op het einde van bovenaf zien de huizen een beetje hetzelfde uit. Vind ik wel grappig, maar van binnen is het heel anders. En dan gaan we nog maar aftellen. We gaan nog maar 5, 4, 3, 2, 1... En de Bulldog! Omhoog! Nee, omhoog. Oh. Zie ik daar Willem nog stiekem iets bouwen? Nee! Willem, zie ik Willem? Ja! Minpunten voor Willem! Kwam me niet uit, ik heb 10 minpunten op mijn kans te geven. Ik heb hem moeten slaan. Oh, nee. Ik ben heel erg benieuwd hoe het allemaal afgelopen is. We gaan meteen beginnen. Die zijn er wel hoor. Hij heeft lampjes, heel weinig lampjes, maar hij heeft ze wel. We gaan even kijken nemen als allereerste bij getal onder de 10 voor Dion. 9,5 is helemaal goed! Dion mag beginnen! Yeah. Okay, gaan we gaan bij Dion kijken. Oké, nou kijk, ik heb... Neem ons mee. We gaan allemaal lekker lopen. Ja. Ik heb goed opgelet op hoe een garage in elkaar zit. Zoals je ziet heb ik je tralies gebruikt. Het is om een beetje... Je kan altijd kijken, laat maar zeggen, of je auto er nog staat. Hoef je niet voor naar binnen. Dus stel, je bent hier een restaurantje, zo heel mooi. Oh, ik mag niet meer bouwen. Nee, vals spelen. Wat is dit? Kalm meer. En dan loop je hier naar binnen. Nou, helaas heb je geen... Nu hebben we een automaat waar je dingen een kaartje uit kan halen. Ja. Gaat het poortje omhoog. Poep. Ben je hier. Geweldig. Hier zitten allemaal auto's. Garage zit helemaal vol. Daarom kan er eigenlijk helemaal niemand meer in. Jeetje. Ja, het is een hele mooie garage natuurlijk. Hè? Ik heb gedacht voornamelijk aan de structuur op de grond. Kijk maar deze koolblokken. Goed opgelet op het menselijk oog. Kijk, dan ga je omhoog. Kijk, het is alleen voor lage auto's. Het is alleen voor Ferrari's en zo. Ja, oké. Ja, kijk, en dan hebben we hierboven dan nog een garage. Dit is echt geweldig. Kijk, als je hier naartoe loopt, kijk, heb je gewoon zo uitzicht. Op wat? De weg? Op de weg. Oké, er is een uitzicht. Oké, ik moet zeggen, het ziet er niet slecht uit. Het ziet er zeker niet slecht uit. Je mist een beetje wat rijbanen. Jullie echt een pad of zo. Wat is die lampen dan? Ja, ik zie heel weinig lampen. Hier, lampen hier, daar. Kijk, hier, daar. Daar zie je die hoeken. Ja, maar waarom zijn lampen even in een hoekie? Ja, dat is mooi. Dat zijn lampen, dat is gewoon... Oké, ik vind het mooi. Het is heel mooi. Maar dat wel zo is, inderdaad, je hebt wel echt een eenrichtingsverkeer. Het is een beetje gevaarlijk om hier naar boven te komen. Het is best een man. Nou, ik snap het al. Zeg maar, ze moeten echt precies hier tussendoor, hè? Kijk, eentje links, eentje rechts. Ik zie het. Ja. Je snapt het. Ja, helemaal. Ik zie het. Okay. Zo, kijk. Het ziet er niet slecht uit, zeker niet. Ik vind hem heel erg gaaf, Dion. Binnen de tijd, het ziet er goed uit. Hij heeft lampen, er zitten auto's, hij heeft 2 verdiepingen, hij heeft een... Hij heeft nu wel een kaartje koopding. Ja, ik heb maar een beetje meer. Later, dan mag ik zo meteen een hekje weer terugplaatsen. En de andere kant, het ziet er hartstikke goed uit, zeker weten. Nice. 10 out of 10. Ik vind hem heel mooi. We gaan door naar de volgende deelnemer. BD Wils. Ja, nou, nou. We hebben bij mij als landen. Eerst gaan we op de grond staan. We hebben hier natuurlijk ook mooi zicht over de auto's met heel veel lampen. Dus het is mooi verlicht, zo in de avond. We hebben hier een leuke hefboom, niet al te groot. Werkt die ook? Nee, helaas niet. Nee. Mijne werkte wel. We hebben alleen niet getest, dus een beetje minpunten. Ja, vind ik ook. Nou, hier heb je dan een automaat waar je iets kan kopen. Mm-hmm. Ja, ik zie het pinautomaat. Hij heeft geluisterd naar mij naar het blok wat ik bedoelde van Mytopia. Heeft hij meteen deze gepakt, dan is die van Mytopia. Hartstikke goed, Willem. Ja, nou kijk, en dan hier kan je dus auto's parkeren.
Ik kwam wel een beetje in tijdsnood, want ik had eigenlijk aan de andere kant ook een oprit moeten maken of een uitrit. Scherp bocht! En hier zo kan je dan zo naar boven en staan er nog meer auto's. Hartstikke vet. Willem heeft vandaag goed belicht. Dat is zeker waar. Mooi uitzicht, mooie blokken gebruikt. En dit voor gehandicapt of zo? Wat? Deze mist één blok. Ja, heb je extra ruimte. Nou, op zich ziet het er best wel gaaf uit. Het ziet er best wel mooi uit. Eerlijk, ziet er goed uit. De blokken zijn goed. Dit hekje waar hij nog neerzetten, dat mag dan. Omdat Dion zijn ding wil neerzetten. Ja, het hekje staat goed. Helemaal mooi. Maar er zit één flaw in, zeg maar. Oh. Eén flaw. Flaw. Wat dan? Is dat je helemaal zo'n ding neerzet. Maar ja, deze auto's, als die willen betalen, vroom zo over de slap heen. En weg zijn ze. Tuurlijk. En weg zijn ze. Dus hoe moet je eens betalen? Ja, moeten zetten. Oh jee. Ja, nou, heb ik aan gedacht. Die mist hij dan weer wel. Die worden wel net aan neergezet. Maar ja, goed. Ja, helemaal gelijk in. Ik ben eruit. Het is een hele lastige, zeg maar. Kijk, technisch gezien, Dion die gaat winnen op functionaliteit. Het is veel functioneler, die Dion. Want ja, hè, het is veilig. Het is beveiligd. Je kan goed kijken. Die heks eromheen. Super tof. Ziet er gewoon prima uit. Werkt gewoon goed. Maar, laten we eerlijk zijn. Die Willem ziet er wel ietsje beter uit. Ja, nou, ietsje dan. Ietsje beter. Het scheelt niet veel. Nee, maar kijk, ik zie nog één klein dingetje. Kijk hier. Hoe kunnen mensen één blokje omhoog? Een complete blok. Ja, dat bedoel ik. Die van Willem is daarom niet functioneel. Dat is die van jou wel. Geef ik ook toe. Ik ben een heel eerlijk. Die van Willem is functioneler, laten we het daarop houden. Die van Willem is functioneler, of die van Dion is functioneler, maar die van Willem is wat mooier. Dus de keuze is vooral aan jullie wie er moet winnen, want mij hebben ze allebei eigenlijk een soort van win-win, want eentje is gewoon functioneel, de andere is gewoon wat mooier. De keuze is aan jullie, beneden in de strappel kun je stemmen op Willem. Willem, vertel van waarom jij moet winnen. Nou, kijk, het is een build-off, dus het gaat om de looks. Het heeft niet te maken of het functioneel moet zijn, want het blijft een spel. En dat als het er mooi uitziet, dan ziet het er toch mooi uit. Daar gaat het om. Oké, super heel goed. Oké, dat is een heel mooi antwoord. Ik ga niet erop op in verder. Dan gaan we naar Dion. Dion, waarom vind jij dat jij moet winnen dit keer? Kijk, ik ben misschien geen professionele bouwer. En ik heb maar 20 foto's gekregen de vorige keer. Dus dat is sowieso een reden om toch eventjes te compenseren. Maar kijk, mijne heb je en meer ruimte. Het is misschien iets minder mooi. Maar ja, wie wil dan nou een mooie garage? Leuk man. Maar een garage hoort gewoon een mooie auto in te staan. En bij mij wordt je mooie auto niet gestolen. En bij Willem wel. Daar is die punt, dus inderdaad. Dion, weet je, ik zal op jou stemmen omdat je sowieso een aardige gozer bent. Weet je, die bouwskills maakt niet uit. Het is een lastige keuze inderdaad. Kiezen jullie voor functionaliteit van Dion? Of kiezen jullie voor mooiheid van Willem? De keuze die jullie beneden in de beschrijving. Dan wil ik deze twee heren bedanken voor het meedoen bij deze build-off. Ja, graag gedaan. Zoals ik al zei, hun kanaal is beneden in de beschrijving. Zeker even checken, ze zijn best wel alle twee toffe gasten. Die vaak met mij willen meedoen, dus dat is altijd al een duimpje omhoog waar deze gasten graag willen meedoen. Bedankt voor het kijken mensen, doe een duimpje omhoog. Jullie graag in de volgende video, later was het ziens. En natuurlijk, peace! Tukkablet!